geleden heb ik Call of Duty, Black Ops. Vorige week singleplayer review gedaan. Nu is er een multiplayer review aan de beurt. Ja, beide zijn we natuurlijk Modern Warfare 2 veteranen. Ja. Heel wat uren ingespeeld en dan ook naar deze game extreem uitgekeken. Ja. Er waren problemen aan het begin met de connectie, maar deze review is na de 1.03 patch die afgelopen donderdag is geweest. Laurens, Modern Warfare 2, Black Ops, online. De multiplayers. Multiplayer, de modus, verschillende modus. Je hebt nu eigenlijk twee lobby's als het ware. De playmatch en de wagermatch. Ja. Playmatch kun je eigenlijk vergelijken qua modus met team deathmatch en domination. Flag, ja. Ja, inderdaad. Hetzelfde als Modern Warfare gewoon. Ja, inderdaad. En wat vind jij daarvan eigenlijk? Het verschil of vind je dat beter? Wat is jouw mening? Ik vind sowieso goed dat er terug in is gekomen. Want ik vond het wel leuk om niet alleen maar een team deathmatch te spelen, maar ook echt domination en headquarters, capture the flag enzovoort. Ook wat ik goed vind is dat er je hebt nu zo ook gewoon met de moeilijkheidsgraden, weet je, mm-hmm. ook met hardcore team deathmatch. Ja. Dat vind ik ook allemaal goed. Dat is natuurlijk gewoon hetzelfde als Modern Warfare. Mm-hmm. Maar wat ik nu echt een toevoeging vind is wel de splitscreen modus. Ja. Dat je nu gewoon je beschikt nu over de mogelijkheid om gewoon met z'n tweeën online te spelen. Dat kon eerder niet. Eerder had je alleen maar op één PlayStation of één Xbox. Oh ja, sorry. Ja, natuurlijk. Op één PlayStation gewoon splitscreen of één Xbox. En dan met z'n tweeën online. En wat je eerder gewoon had, was de co-op modus alleen al. Of alleen maar bij Modern Warfare. En verder niks. En ik vind dit echt. Ja, ik zit wel eens met een vriend thuis en dan gaan we gamen. Maar ja, vroeger bij Modern Warfare was altijd eerst wachten tot ik klaar was. En dan hij of om de kill of om de dead misschien wisselen. En nu kan je gewoon met z'n tweeën. Ik vind dat vet. Ja, het is wel zo dat je de gamertag eigenlijk deelt. Dus in mijn geval GGP_NL, ben ik als hoofdpersoon. Als hij dan met mijn PlayStation zal spelen, komt achter die GGP_NL tussen haakjes twee te staan. Ja. Je kan gewoon eigenlijk alle guns unlocken, alles doen wat je normaal gesproken ook kan doen als je in je eentje online aan het spelen bent. Het enige maar is, als je je PlayStation uitzendt, ben je gewoon alles kwijt als voor de tweede persoon. Dus die moet de volgende keer weer alles opnieuw beginnen. Maar ja, het blijft echt een hele leuke toevoeging. Om gewoon met z'n tweeën naast elkaar het slagveld op te gaan. Het is nog leuker om eigenlijk ook je gevoelens nu te delen. Ja. Normaal kan je al met friends inviten en dan via een headset praten en dan deel je wel het een en ander. Mm. Maar het leukste is, een LAN-party is natuurlijk het leukste en met z'n allen televisies en consoles mee. Maar daar is niet altijd ruimte en tijd voor. En dit is wel echt, er is over nagedacht. Ik vind het wel leuk dat je dat nu kan doen, omdat je ook naast elkaar zit en de ene gaat dood en de ander niet. En de ene heeft een killstreak en de ander niet. En dit is een warmer gevoel, een leuker gevoel en een gezelliger gevoel met samen. Ja, ik vind het wel cool. Nou ja, de wagermatch hebben we dan ook nog erin zitten. Geheel niet nieuws, zat niet bij Modern Warfare 2. Echt vet vind ik het. Ja. Het is heel simpels. Het is eigenlijk wedden wat je doet. Je weet dat je het beste ben, je legt geld in en 1 tot 3 die krijgt dan de prijssupport verdeeld. Dat is heel leuk, maar het leuke van is eigenlijk de spelmodus. Want je hebt One in the Chamber, Gun Battle, Sharpshooter en Sticks and Stones. Ja, Sticks and Stones. Om daarmee even mee te beginnen, dat is eigenlijk een throwing knife of een knife. Hè? De basiselementen, wapens die heb je geen guns en dat soort zaken. Die Hawk. Ja, Hawk inderdaad. Cool. Dat is de throwing knife versie van Modern Warfare 2. Heel grappig, vind ik leuk. Maar mijn voorkeur gaat toch naar de andere. Bijvoorbeeld de One in the Chamber. Eén kogel. Je hebt een golden gun, zeg maar. Je hebt gewoon een magnum. Of is het een magnum? Nee, het is geen magnum, hè? Weet ik niet. Het is gewoon een pistool met één kogel heb je. En één schot en je bent dood. Ja. Maar punt is, als je iemand ziet en je schiet en je mist, heb je geen kogel meer. Wat dan? Dan moet je knifen. Wordt het een knife battle. Dat is heel interessant, want op een gegeven moment, die andere heeft misschien nog wel zo'n kogel. Als die ook mist, is het heel leuk om elkaar te proberen te knijven. En dat maakt het toch wel weer spannend. Ja. En als je diegene dan hebt gekild, heb je je kogel weer terug. En dan kan je zo proberen om natuurlijk eerste te worden, want jij wil
ja, de prijzenpot gewoon winnen. Ja, ja. Ja, je hebt 3 levens krijg je. En iedere keer dat je doodgaat, respawn je dan en tot de 3e keer. Ja. 4e keer in dit geval. Ja, als je, je kan ook voor kiezen om die eerste kogel niet te schieten. Maar je kan ook gewoon knife en dan krijg je dus een kogel erbij. Dan heb je 2 kogels voor de volgende kill. Dus dat is wat makkelijker. Ja. En dat is, ja, het is echt heel leuk. Frustrerend af en toe, maar het is echt geweldig. Daarnaast heb je ook nog Gun Battle. Dat is mijn favoriet eigenlijk. Dat is, je hebt 20 klasses van wapens. Je begint met een pistool, dan met een dual pistols. Ja. En dan zo verder, hè, tot de uiteindelijke versie is, hoe heet die ook? De Ballistic Knife. Ja, Ballistic Knife. Je kan een mes schieten, 2 ja. stuks, of je kan knifen. Wat je doet, elke kill die je maakt, ga je een hoger in klas. Ja. En dat is echt heel vet. En als je iemand knift, gaat diegene die gaat dan terug in clash.